Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. En welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over iets heel speciaals. Ik ga binnenkort verhuizen. En, misschien als jullie deze video zien dat ik al verhuisd ben. Ik weet het niet. Maar, ik sta dus op punt om te verhuizen. Naar waar? Naar Stabroek. En, ik weet het. Het klinkt leuk. Het is ook leuk. Een heel nieuw gezin. Een heel nieuw plek, zal ik het zo zeggen. En, ik zie dat al zitten. Maar aan de andere kant, ik heb hier mijn vrienden in Vlaams-Brabant, die ga ik allemaal moeten verlaten voor naar Antwerpen te gaan. Dat is Stabroek. Maar niet getreurd, ik kom nog in Vlaams-Brabant. Ik zit nu ook nog in Vlaams-Brabant. En dan kom ik ook nog naar Vlaams-Brabant. Waarom? Omdat deze streek, dat is mijn streek. Geen andere streek is mijn streek. Ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid. Ik ben opgegroeid tot mijn 20 ben ik hier opgegroeid. Tot mijn 21 ben ik hier opgegroeid zelfs. En ja, ik heb op zoveel verschillende plekken gewoond. En nu ga ik naar Antwerpen, naar Stabroek. En wat ik daar wel ga hebben, ik heb er eigenlijk mijn eigen space. Gericht op de toekomst ga ik mijn eigen ruimte hebben. Ga ik mijn eigen omgeving hebben. Waarom ga ik mijn eigen omgeving hebben? Omdat ik dan mijn eigen ding kan doen. Ik kan me meer en meer gaan richten op YouTube, op streamen, op content creator eigenlijk. En dat doet me echt deugd. Dat ik me volledig ga richten op content creator, naar YouTube, naar alles. Misschien ga ik ook nog terug mijn Twitch opstarten, maar daar ben ik nog niet zeker van. En misschien ga ik ook nog wel op Twitch streams doen waarin ik muziek draai. Want ik ben ook bezig met muziek. Voor de meeste onder jullie weten dat niet. Maar ik ben bezig met muziek. Buiten YouTube ben ik ook bezig met muziek. Op mijn werk voor in 2019 hebben ze een keer gevraagd van Dylan, kun ik het draaien om te weten dat je met muziek bezig bent. Oké, ik ben daar gaan draaien en ik heb de smaak van DJ te pakken gehad. Oké, ik ben nu meer en meer met muziek bezig dan vroeger. Waarom? Ik heb een passie gekregen voor muziek. Ik heb een passie gekregen voor muziek draaien. En ik heb nu ook mijn eigen mixje gemaakt. Maar die ga ik niet openbaar zetten. Waarom? Omdat mijn eigen mixje, dat is voor mezelf. Ik ga ook misschien beginnen met eigen muziek te maken, mijn eigen beats te maken voor bijvoorbeeld tracks die ik kan maken. Ik ga misschien in de toekomst, maar dat is een verre toekomst, ga ik misschien een nummer uitbrengen op mijn YouTube-kanaal, maar dat is nog niet zeker. Eerst gaan we nu een keer bekijken hoe kan ik zelf te werk gaan met YouTube. Eerst moet mijn YouTube een beetje van de grond gaan. Ik heb momenteel op het moment van opname 206 subs. Waarom heb ik 206 subs? Omdat ik heb ervoor gestreden. Ik heb ervoor gegrind, 3 jaar lang. Bijna 4 jaar. Ik heb er 4 jaar voor gegrind, voor die subs. En die subs zijn er beginnen bijkomen door meer en meer content te beginnen plaatsen. En geregelde content. Elke vrijdag om 7 uur kunnen jullie een video van mij verwachten. Waarom? Omdat ik zelf dat wil. Dat is mijn eigen mening. Ik wil content maken die eigenlijk op een regelmatige basis online komt. En bij FIFA 20... gaat er misschien 3 of 4 video's op een week komen, maar dan zijn dat ook wel content waardoor ik echt mijn eigen content kan eraan maken. Oké. En als ik vooruit ben, en het eerste weekend dat ik vooruit ben, zijn er 2 dagen dat ik ga streamen in het weekend. Waarom? Omdat ik dan mijn FIFA 21 ga uitspelen. Ik heb nu 4 draft tokens vrijgespeeld door een draft token upgrade SBC. En ik ga die zelf spelen in dat weekend. Dus
twee dagen dat ik ga streamen, dus zaterdag en zondag, en twee dagen dat ik per dag twee drafts ga doen. Dus ja, jullie kunnen zaterdags en zondags van mij een stream verwachten. Om laat ga ik nog meedelen in de volgende video. Misschien is dat om 6 uur 's avonds, misschien om 7. Ik denk eerder om, ofwel in de namiddag beginnen ofwel in de avond beginnen. Maar dat weet ik nog niet. En misschien ga ik in die week ook wel eens een video maken over mijn setup, als die in orde is. En er komen geregeld dingen bij mijn setup. Zoals nu heb ik een heel deel dingen dat ik nog moet kopen voor mijn setup. Maar dan heb ik al mijn setup die dat ik wil. Daarmee wil ik starten eigenlijk op YouTube basis in dat nieuwe huis. Ik heb bijvoorbeeld al twee schermen, BenQ GW2280 schermen gekocht. En daar heb ik er ook al eentje van. Dat hebben jullie in mijn vorige setup tour gezien van 2020. Toen had ik een Dell en een BenQ. Die heb ik nu ook nog, die Dell. Maar die ga ik aan mijn vader geven als ik, ja... Op het moment van opname heb ik die Dell nog. Maar die ga ik aan mijn vader geven voor zijn werk. Dan heb ik eigenlijk drie identieke schermen. Ik ga ook een nieuwe bureaustoel kopen. Ik kan Logitech Logitech C922 kopen. Ik ga een greenscreen kopen. Ik ga eigenlijk van alles kopen. Maar dan ga ik ook nog wel zeggen, dan ga ik ook nog wel unboxen misschien in een nieuwe video. Maar nu is vooral mijn richten op wat ik wil doen met YouTube. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Vond je deze video leuk? Smijt dan zeker de like button. Abonneer. Reageer. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende video. Joejoe!